Dag allemaal en van harte welkom bij een tweede tutorial Adobe After Effects. We gaan vandaag weer even een stapje verder. Vorige keer waren we heel erg in de basis gebleven bij het vliegtuigje wat heen en weer vloog. En nu is het tijd om te kijken of we het allemaal nog iets verder kunnen brengen. Wat heb ik verzonnen voor vandaag? Ik dacht dat het eigenlijk wat leuk was om iets te maken wat, wat met televisie te maken heeft en met een televisieserie of zo. Dus vandaag gaan wij beginnen met een soort klein trailertje. Klein begin openingstrailertje voor een televisieprogramma. Wat gaat er over meisjes in de candy store? Dat leek me grappig. Helemaal opgebouwd uit allerlei dingen die je uit pexels.com kunt halen. Allerlei stokfoto's. En dit is eigenlijk een screenshotje van hoe het er ongeveer uit moet komen te zien. Aan het einde van de rit. En ik ga er even stap voor stap doorheen laten lopen. Voor degene die dit als eerste ziet. Het is misschien verstandig om eerst ook eventjes de eerste video te bekijken. Beginners 1 heet die video. Er zit ook bij jullie keurig netjes opgeslagen in de files. Waardoor je de mogelijkheid krijgt om hier makkelijker aan te haken. Maar laten we maar beginnen, net als de vorige keer bij het begin. We staan hier in een leeg open Adobe toolveld, zou je kunnen zeggen. Waarin we een heleboel composities kunnen maken. Hè. Dit zijn de onderdelen die daarvoor geschikt zijn. En we beginnen met het maken van een eerste nieuwe compositie. Dat doen we zo. Deze compositie is weer 1920 bij 1080. Dat is full HD, zoals we het ook de vorige keer hebben gedaan. 25 frames. En we gaan dit ding noemen, even kijken hoor. TV promo. TV benaderd, zullen we het doen. TV trailer. Zo, compositienaam. Klik op OK en we zien dus meteen dat er hier een leeg veld ontstaat. En aan de linkerkant in ons projects onderdeel staat meteen TV trailer als een lege compositie. Zoals ik al verteld heb in de vorige video, in After Effects kun je meerdere composities maken in één After Effects file. En dat gaan we dan ook doen. Dit is misschien al handig als we dit ook even opslaan. Het heet een Untitled Project en je ziet er ook een klein sterretje achter. Wat betekent dat hier nog iets opgeslagen moet worden. Dus laten we eventjes gewoon even saven. Even zien hoor, TV trailer. Ik doe hem even 2, want ik heb er al eentje gemaakt om even te testen of het allemaal leuk genoeg is. Oké, dit hebben we. Daarnaast is het zo dat we natuurlijk een heleboel footage nodig hebben, onderdelen die we nodig hebben om dit allemaal goed te maken. En die heb ik allemaal voor jullie klaarstaan, die kun je downloaden. Ik zal ze zelf even importeren, dat doe je als volgt. File, import, file. Hier staan een heleboel dingetjes die we graag willen hebben. Ik wil deze hebben en deze, deze, deze. Open. En dan staan ze erin. Ik wil ze allemaal als een multiple composition hebben. Dus ik wil elk onderdeel apart hebben. Niet single, anders dan zet hij alles in één compositie. Dat is niet wat je wilt. Dus we zeggen hem nu even op OK. En je ziet een aantal dingen gebeuren. De grijze onderdelen zijn de composities die zijn voor de verschillende foto's die ik ga gebruiken. En hieronder staan in JPEG formaat de foto's nog een keer. En laten we maar gewoon eens even beginnen. Ik heb wat foto's van meisjes. En ik denk dat ik met deze begin. Die sleep ik gewoon op mijn compositie hier. En je ziet dat die dan echt veel te groot is. Dus het eerste wat gebeurt, omdat hij nu ook in de tijdlijn staat van mijn Adobe project, van mijn compositie. Druk op S voor de scale. En we schalen hem terug naar 33, bijvoorbeeld. Vervolgens pakken we hem op en zetten we hem een beetje in positie. En het volgende wat we gaan doen is eigenlijk iets wat we ook in de vorige aflevering al gedaan hebben. Dat is, we maken een mask. En dat doen we met deze pen tool. En met die pen tool gaan wij even grof om figuur heen. Ik doe dat vrij snel, omdat ik dat al eens vaker gedaan heb. Ik denk dat het misschien, als je het voor de eerste of tweede keer doet, wat lastig is. Dit is ongeveer wat je wilt. Misschien dat we iets hierin kunnen schuiven, zo. Strakker te maken. Dit kun je zo precies doen als je zelf wil. Ik doe het even snel en grof, om het allemaal een beetje behapbaar te houden. Ik heb ongeveer een half uurtje. Volgende, erin. Slepen we erin en je ziet meteen een extra laag komen in je compositiesettings. En ook hier gaan we weer voor de schaal. En deze schalen we naar 36 puntjes toe. We gaan even op een witte pijltje staan hier bovenin, zodat we hem kunnen slepen. En zij staat hier naast, links dat ik haar aan deze kant neerzet. Ja, kijk hoe hoog ze is zo. Pen tool, we doen hetzelfde weer een keer. Eventjes allemaal omtrekken.
die weer even in de steek, zodat ik dat kan zien. Nu is die er weer. De reden waarom ik dit even zo snel doe, is omdat ik van tevoren nog niet precies weet hoe iets eruit gaat zien. En dan is het niet handig om heel veel tijd kwijt te zijn om dit allemaal heel netjes te doen. Ik wil gewoon even zien of mijn compositie werkt. En dat kun je beter doen door even heel snel te kijken of het klopt wat je in je hoofd had. Deze heb ik al gehad. Dan gaan we naar deze toe. Ja. Is er weer een scale? Ook nog even naar iets van 36% ongeveer toe. Dan gaan we even naar het selectietoeltje, het witte pijltje. We zetten haar hier neer. En dan loopt het dus zo weer. Ja. En tool. En we gaan deze ook even omtrekken. Zo. Zo. Hebben ze alle drie uitgesneden en staan ze alle drie dus met een mask. Hè? Want die staat hier, dat kun je zien hier in je tijdlijn. Bij je tijdlijn hier een mask in. En met een aantal pads erin die je ook duidelijk kunt zien. Al die blokjes die daar staan. En die met elkaar vormen dus mijn uitsnede. Dit staat, dit is allemaal wel dicht nu. Dat hebben we nu niet meer nodig. Ik kijk nog eventjes, terwijl ik mijn witte pijl geselecteerd heb, of iedereen goed staat. Vind ik haar zeg maar een beetje zo. Zo. Ja. Ik denk dat zij een beetje te groot is. Dus ik ga haar eventjes iets kleiner maken. We gaan naar scale toe. We zetten haar op 34%, iets kleiner. En dan positioneren we haar terug, daar naartoe. Is dit ongeveer het idee. Daarnaast hebben we een achtergrond nodig. Daar had ik een foto voor hem geïmporteerd, dat is deze. Dat is een foto van een soort candy-achtige dingen. En die zet ik helemaal onderop. Dus die sleep ik niet hierin, maar die sleep ik gewoon hoppa hier in mijn layer panel. En die zit er nu achter. En ook die moet ik even schalen. Die is ook veel te groot. Even kijken hoe groot die kan zijn. Ongeveer dit. Dit is de basis van hetgeen wat ik wil. Oké, okay, om dit allemaal wat cartoony-achtiger te maken en te zorgen dat het een beetje meer popt, was mijn idee om een dikke lijn rond deze outlines van deze figuren heen te zetten. En dat kan. Ik selecteer er eventjes één figuur voor. Deze mevrouw aan de linkerkant. En ik ga naar Effects and Presence toe. En ik selecteer Stroke. Stroke, die staat hier. En die sleep ik op deze laag. En wat er gebeurt is dat je dan meteen ziet dat jouw panel hierboven switcht. Hij stond op Projects en hij gaat nu in één keer naar Effect Controls toe. En hier kan ik alle effecten mee controleren. De kleur van mijn outline is wit, dat vind ik prima. De dikte wil ik aanpassen. Laat ik die maar eens even op 25 zetten. Zo. Dat heb ik eigenlijk al wat ik wil. Laat ik er maar 30 van maken. Dat is misschien mooier. 30, dus is het nou een outline om dit figuur heen van 30 puntjes. Als ik eventjes niet deze laag van het figuur selecteer, maar de achtergrond, dan kun je het ook zien. Dit ongeveer het effect wat je krijgt. Dit is gebeurd hier. En omdat we dit hier hebben gedaan, hoeven we dat hier en hier niet meer helemaal opnieuw te doen. We kunnen namelijk gewoon naar het Effects Control Panel toe en selecteren strook. Ctrl-C. En we pakken de laag van een andere figuur helemaal rechts en we doen Ctrl-V. En daar is ook een strook. En vervolgens nog eventjes voor degene in het midden. Ctrl-V. Dus we hebben allemaal een strook. Dit hebben we voor elkaar. Nou denk ik dat het handig is om iets te gaan doen met letters, met type. Dus wat zullen we eens doen? We selecteren natuurlijk de tekst tool en we gaan typen. Ik heb het al eerder gedaan, dus bij mij staat ook al hier aan deze kant een font geselecteerd wat ik heb gebruikt. Je kunt daar natuurlijk elk ander font voor gebruiken wat je maar wil. En je ziet ook dat dit een letter wordt, die een stuk tekst wordt met een witte binnenkant en een strook, een groene strook aan de buitenkant. Gaan we zo meteen even naar kijken. Wat had ik ook weer gezegd? Let me take you. Wat je ziet, dat zijn een paar dingen. In de eerste plaats staat dit laagje met het lettertype, met de tekst staat eigenlijk niet goed. Dus hier even wat naar boven moeten zetten. Overheen. En je ziet meteen dat die strook iets doet wat je misschien wel niet helemaal wil. Hij gaat namelijk ook aan de binnenkant van het lettertype gaat iets voor je doen. Dat is niet heel fijn. Maakt op zich niet zoveel uit. We kunnen dat op verschillende manieren oplossen. Ik heb gekozen om het op de volgende manier te doen. In de eerste plaats dan gaan we deze zin een klein beetje verplaatsen. Ik vind hem nog wat groot. Dus we gaan ook eventjes het font aanpassen qua grootte. Ongeveer dit zal die moeten zijn.
En wat ik ga doen is, ik ga een duplicaat maken. Dus ik dupliceer de Let Me Take You laag. Dat doe ik door Ctrl-D in te drukken. Ctrl-D twee keer, deze tekstlaag. En die bovenste, daar wil ik geen strook in hebben. Dus ik druk hier op dit dingetje. En dan zie je meteen wat er gebeurt. De achterste heeft de strook. Dus deze even uitzet, de voorste. Dan zie je dat de achterste de strook heeft en de voorste heeft het niet. En zo krijg je dit effect. Met een kleur in die strook. Dus dit is in principe goed. Als ik dit zou kopiëren, ik selecteer ze allebei. Ik hou de shift-toets ingedrukt. Ik selecteer beide lagen. En ik doe weer Ctrl-D. Dan maak ik er een kopie van. Even opletten. Hij kopieert altijd de laag boven de laag die je geselecteerd hebt. Dus in dit geval zou deze even iets naar boven moeten. Omdat ik hier wat anders mee wil. Ik zet de bovenste even uit. En ik ga met de onderste verder. Wacht even, nee, dat doe ik niet. Ik ga ze eerst even allebei selecteren en ik zet ze even naar beneden toe. Gewoon eventjes mijn shift-toets ingedrukt houden. En met je pijltje naar beneden zet je hem eronder. Daar denk ik dat wel leuk is. Nu zet ik de bovenste laag uit, zodat ik de onderste laag alleen heb. Kijk maar eens, zo. Dus allebei nog geselecteerd. Moet ik niet doen. Deze uit. En dan typ ik to the... T, zoals zien. En dat doe ik ook bij de bovenste. Alles selecteren. To the. Wat je ziet gebeuren is dat het een beetje verspringt. Dat is op zich helemaal niet erg. Dan kun je het even gewoon aanpassen door deze wat op te schuiven. Dan komt die er wat beter op te staan. Ik zie ook dat ik wat mis. Want dat ik dat even anders moet gaan doen. Even zien. De onderste laag heeft waarschijnlijk een stukje tekst te veel. Die zet ik even uit, even hier naartoe. Is dit niet goed? Ja, zo. Ik heb de bovenste laag nog fout. Ja, die is wel goed. Ik pak de bovenste weer even op. Ik zet hem even netjes rechterop. En wil je dit bubbly effect nog verder versterken, is het ook mooi om te zeggen van ik heb aan de onderkant wat meer dikke lijnen dan aan de bovenkant. Dan zou je wat naar boven kunnen duwen. Ziet het er zo uit, hè? Echt wel een 3D-achtig effect. Oké, dit doen we nog een keer. Allebei selecteren, Ctrl-D. Deze even naar boven duwen, zodat ze bij elkaar staan, want we gaan hier een andere tekst in maken. De shift-toets ingedrukt houden en met je pijltjes toetsen naar beneden voor de onderste tekst. En die wordt wat groter. Dus die zet ik ongeveer hier neer. Doe even de eerste uit. De tweede niet. En hier komt dan het woord Candy Store te staan. Candy Store. Als ik het meteen allemaal selecteer door Ctrl-A te doen, kan ik gewoon dit oppakken en de volgende aanzetten. Die selecteren. Ctrl-A en Ctrl-V. Ja, gaan we niet doen. Oké, dan doen we het zo. Candy Store. Oké. Deze zijn allebei relatief klein, dus ik ga hem wat groter maken. Ik begin met de bovenste en die gaan we even een beetje opblazen. Ik mag ongeveer dit hebben. 190 in dit geval. En dat kunnen we dan ook toepassen op deze. 190. Zo. Je ziet meteen dat die strook ook een stukje smaller wordt nu. Hier zijn ze vrij dik, omdat de font hier wat kleiner is van pixels. En deze is wat groter, dus deze strook zou wat groter mogen. We selecteren de laag waar de strook in zit, dus de onderste laag van de twee. En we krikken de strook een beetje op. Klein beetje dikker zo. Nou, een paar dingen. In de eerste plaats zie je dat deze twee nog behoorlijk overlappen als het gaat om de tekst die erboven staat. Dus we gaan deze iets naar beneden zetten. Shift-toets ingedrukt, pijltjes naar beneden. Allebei geselecteerd bij de lagen en dan heb je ze. Verder wil ik wat met de kleurtjes doen. Dus ik denk ook dat ik de kleur van deze strook ga aanpassen. Ik zit hier en ik zie dat die groen is. Ik klik erop en dan krijg ik meteen een panel. Ik zal hem er even bijzetten. En die maak ik ongeveer dit. Oké, en hetzelfde ga ik doen met de strook van die. Nou, die laat ik groen. Dat vind ik eigenlijk wel mooi. Ik pak deze strook. En die geef ik iets blauws. Nou, super, 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 all over the place zou ik zeggen. Wat je kunt doen nu is dat je zegt, oké, dit laat ik allemaal zo staan, dat is hartstikke makkelijk. Maar ik wil misschien zometeen deze font, of deze, zeg maar, deze drie regels, apart van elkaar animeren. En om dat te doen is het misschien handig om eventjes te zorgen dat je in één keer beide laagjes van bijvoorbeeld Candy Store kunt animeren. En dat doe je op de volgende manier.
Je gaat van beide laagjes, die je allebei selecteert door de shift-toets ingedrukt te houden en ze allebei aan te klikken, een aparte compositie maken. Die komt dus apart hier in dit lijstje terecht. Ik heb ze allebei geselecteerd en ik ga naar Layer. En zul je daar... Waar zit ik? Allebei geselecteerd. Hier het programma zelfs. Die twee gaan... Deze pak ik, ja. Ik selecteer inderdaad eerst een witte pijltjestoets. Dan selecteer ik bij lagen. Dan ga ik naar Layer en dan kan ik hieronder naar Pre-Compose. En als ik dat doe, zegt hij, oké, je wilt dus dat hier een aparte compositie van wordt gemaakt van deze twee tekstlagen. Ja, dat wil ik. Dit is tekst Candy Store. Zo. En kijk even wat gebeurt hieronder in de tijdlijn. Als ik op oké klik, is er ineens een aparte compositie toegevoegd met de tekst Candy Store. Hierin zit alles wat met die tekst te maken heeft. Zou ik daar dubbel op klikken, wat ik nu doe, zit ik in de Candy Store compositie. Zie je dat? En daarin zitten dan weer de twee tekstlagen. Die heb ik verder niet nodig, die kunnen hier gewoon in blijven staan. Hetzelfde doe ik met de volgende layer. Nou, ik zit steeds in het verkeerde programma. En Pre-Compose, en dat wordt weer TXT. En dan heet dat ook alweer To The. Oké, okay. Ja, en dat doe ik ook met die. Layer Pre-Compose. TXT. En dat is Let's Me. Oké. Drie tekstlagen zijn veranderd in drie composities die los van elkaar dus in mijn compositie staan. Mijn overall compositie die in mijn TV trailer heet. Oké, nog iets anders. Ik denk dat ik die achtergrond, dat ik daar wel iets mee wil. Dat moet een beetje animeren. Dat zou sowieso leuk zijn. Daarvoor ga ik wat doen. Ik ga de achtergrond selecteren. En ik ga naar Effects toe. Effects zit hier. En ik ga iets doen met Bubbles. Dus ik typ hier even Bubble in. En dan krijg je hier een Simulation CC Bubble te zien. Die pak ik op en die sleep ik over deze laag. Wat je meteen ziet is dat er een heel klein bubbeltje ontstaat en de hele laag is vertrokken. Dat komt namelijk omdat dit effect genereert bubbeltjes, kleine bubbeltjes. En ik ga ze even wat groter maken. Bubble size ga ik even naar de 35 zetten. En ik ga ook het amount een beetje aanpassen. De hoeveelheid zijn er 150, ik maak er 300 van. Zo, en deze bubbeltjes zijn allemaal gegenereerd op basis van de visual die hierachter zit, waar je hem overheen hebt gelegd. Dus op basis van die, eigenlijk is het deze visual, als ik even bijpak. Even zien, waar zit die? Deze visual hier. Dus dan heeft hij gewoon allemaal bubbeltjes uitgegenereerd. Dus de kleur blijft een beetje op dezelfde manier als die bubbeltjes. Dus dat betekent dat ik nog eigenlijk een extra laag nodig heb met de echte achtergrond. Ik kan twee dingen doen, maar de allerbeste manier is om te zeggen, ik selecteer gewoon in mijn layer panel, mijn lage panels selecteer ik en de bubbelslaag en ik kopieer die, Ctrl-D. Dat heb ik hem twee keer. En de onderste die pak ik en ik ga even naar Effect Controls en ik gooi de bubbels hier weg. Tot ziens. En nu heb ik bubbels die over, en animeren ook, hè, dat doen ze al automatisch, die over de candy heen liggen. Gemaakt. Nou, het enige wat ik nu nog hoef te doen is te zorgen dat hier en daar dingen animeren. Dat zou op zich hartstikke leuk zijn natuurlijk. Laat ik beginnen met het meest simpele en dat zijn de meisjes die hier staan. Het middelste meisje wil ik eigenlijk zo van beneden naar boven laten knallen. Dit meisje wil ik vanuit rechts helemaal naar links laten komen en zij moet van helemaal links langzaam naar rechts toe. Dus laten we beginnen bij het middelste meisje. Even kijken of het lukt. Die heb ik nu geselecteerd en ik ga naar de P van position toe en ik zet... Eerst eventjes bepaal ik wanneer ze moet staan waar ze nu staat. En dat staat wat mij betreft op 10 frames. Dus het moet lekker snel gaan. En mijn position staat er dus nu nog steeds zoals ze nu staat. En hier staat weer dat stopwatchje. Die druk ik in. En ik krijg meteen een keyframe hier. Vervolgens ga ik terug naar het begin en ga ik haar even beneden schuiven. Daar gaat ze. Dus dit effect krijgt ze nu. Bam. Ze komt er zo in. Ik laat hem hier even staan en als je naar dat keyframe toe wilt, kun je je shift-toets ingedrukt houden. Dan magnetiseert het automatisch en kun je makkelijk bij de keyframe komen. Ik ga hetzelfde doen voor dit meisje en die gaat van hier naar daar. Dus de positie van haar is hetzelfde. Dus dan druk ik even op P. Stap, stopwatch. En even terug naar het begin. En dan zal ik deze kant op moeten. Zo. En dan heb ik nog
iemand ook even de positie bepalen. Shift-toets ingedrukt houden en naar het eindpunt toe, zodat ze allemaal op dezelfde positie eindigen. En terug hier naartoe en dan zal zij zo dit zien. Zo. Dus dit is het effect te krijgen. Ze knallen er alle drie in. Als je nou een beetje trage computer hebt en je wilt het allemaal toch een beetje zien in real-time, kijk dan even naar je settings. Mijn settings staan hier op full. Dat betekent dat ik helemaal het 100% uitgerenderde format krijg van mijn video. Dat krijg je nu al te zien. En om dat wat sneller te maken, zet je hem bijvoorbeeld op third. Dan is het allemaal een beetje blurry, maar dat is op zich niet zo erg. En dan kun je wel eventjes gewoon kijken. Je gaat aan het begin staan op het nul frame. Je drukt de spatiebalk en kun je even zien hoe de animatie loopt. Nog een keer terug. Hij is nu uitgerenderd omdat dit allemaal groen is. Dus dit is de snelheid van je animatie. Dat is wat mij betreft prima. Het enige wat ik wel cool zou vinden is als het einde niet zo statisch is. Dus hier gaat eigenlijk de animatie van punt 0 naar het eindpunt toe. En misschien moeten we daar nog een kleine beweging in maken. Zodat het meisje bijvoorbeeld hier aan de linkerkant net iets verder doorschiet en dan weer terugknalt. Dat ga ik even proberen. Ik zet hem hier neer. En dan gaan we naar haar toe. En dan gaat zij net iets verder door. Tot daar. En hetzelfde geldt voor haar. Zeggen we net iets verder door. En voor haar geldt ook hetzelfde. Bij haar is dat lastiger, sorry, omdat zij eigenlijk al bijna bovenin staat. En ze mag niet onder die lijn uitkomen. Ik wil niet dat de strook onder haar benen, dat je die ziet, dus laat ik zo staan. Even kijken wat er nu gebeurt. Zie je dat? Dat is een heel mooi knaleffect. Bam, daar staat ze. Nou, dan kunnen we nog wat doen met de tekst. Hè. Dat is het laatste stukje eigenlijk van deze tutorial. Die kunnen we eigenlijk net zo behandelen als alles wat hierin staat. Dus stel ik heb let me take you to. Ik pak de positie en de positie staat komt hier binnen. En dan is het leuk als het misschien net iets later binnenkomt dan de knal. Zodat de meisjes net uit elkaar geknald zijn. Eén frame later zou goed zijn. Stopwatch. En die begint op het begin. En dan gaat de verkeerde kant op. En deze gaat naar boven toe. Zo. Leuk is. Kan. En de volgende gaat op dezelfde manier. Dus die krijgt ook weer een stopwatch hier. En die komt, wat mij betreft, hier binnen schuiven. Zo. En de laatste gaan we met shift iets naar het einde toe. Positie daar. En die komt van onderaf, denk ik. Dat is misschien wel leuk. Zo. Even kijken hoe dat allemaal staat. Nou, om dat nog iets aan te dikken, dat effect, zou ik het wel leuk vinden als de grootte van die fonts, de grootte van die letters, dat die eventjes even varieert op het moment dat niet alles binnenkomt. Dus ik ga ook iets doen met de scale. Ik pak eventjes deze tekst, ik zet hem even hier neer, ik heb de tekst Candy Store, die moet eventjes naar voren poppen. Dus we drukken even op de S van scale en die staat hier op 100% en dat is helemaal goed. En die zet ik hem hier, zet ik die ook op 100%. Nog een keer. Dat doe ik door een extra keyframe toe te voegen. Als het klokje aanstaat en je wilt handmatig een keyframe toevoegen, klik je hier op dit kleine icoontje. Dan heb je er nog één. En hier tussenin moet je even groter. Ik denk dat ik een eentje opschuif. Eentje verder. Dat ik precies in het midden zit. En hier gooi ik de schaal even naar voren toe. En je ziet dan ook meteen dat doet iets voor de positie. Dus daar word je niet blij van. En dan gaat hij dit doen. Dus ik moet ook even kijken naar hoe de positie dan is. In dit geval is de positie, die kan ik erbij pakken door de shift-toets in te drukken. Positie erbij, hierboven staat nu de positie. Dus ik zal hier ook een extra puntje moeten aanmaken. En hier in het midden ga ik die positie aanpassen. Oh, sorry, ik zit in de verkeerde. Zet die deze moet zijn. Zo. Kijk wat er gebeurt. Zag je dat? Heel kort gaat heel even hier naar voren knallen. Misschien is het een beetje veel, zou kunnen. Zou ik hier even iets moeten doen, iets kleiner maken. En in de positie van beneden doen nog. Zo. Dat geeft meteen een gaaf effect. En dat zou ik ook nog kunnen doen door te zeggen, to the, maar ga ik iets kleiner maken misschien. Even proberen. Staat de positie aan, dus ik druk op de shift toets om ook de scale erbij te pakken. Ik ga de positie hier alvast even
vastzetten door een extra punt. De scale krijgt een stopwatchje en gaat ook hier naartoe en krijgt een extra puntje. En in het midden gaan we weer spelen met beide parameters. Deze komt daarin, dus misschien een beetje. Ik weet niet of dat echt gaat werken, omdat ik zie dat de animatie eigenlijk nog niet is afgelopen. Dan zou die misschien iets boven moeten. Ja, het gaat mooi worden. Dus even kijken wat dit doet. Gaat zo snel dat je het eigenlijk niet ziet. Hè? Hier heeft het weinig effect, dus we gaan het ook even proberen op onderste tekstlaag, dus deze. Shift-toets ingedrukt houden om de scale erbij te pakken. Positie krijgt een extra keypoint, scale krijgt een keypoint en dan een eindkeypoint, zodat we nu precies op 100% zitten. En dan gaat hij hier naar beneden toe en dan zou hij dus hier wat groter mogen worden. Zo daar. En dan denk ik dat het leuk is om de positie alvast wat verder naar beneden te duwen. Even kijken hoe het nu is. Yes. Dus in principe heb je nou een heel kort stukje animatie klaar. En heb je een aantal basisdingen gebruikt die te maken hebben met positie en met scale. We hebben wat kleine effects gebruikt. Bubbles hebben we gebruikt voor de achtergrond. Verder hebben we een strook om de figuren heen gelegd. Dat is eigenlijk alles voor deze tutorial. Probeer maar na te doen. Kijk hoe ver je komt en hoe snel je dat voor elkaar hebt. Als je een font kiest, kies even een lekker dik vet font. Hè, dus dat het even een beetje popt allemaal. Foto's lever ik even aan, zodat je er lekker mee aan de slag kunt. Heel veel plezier en tot een volgende sessie.